Jennifer Geerling-Simons, voorzitter van de Nationale Assemblée, heeft vandaag het jaaroverzicht van het parlement over 2019 gepresenteerd. Simons haalde aan dat het parlement in de afgelopen 10 jaren op het gebied van internationale betrekkingen meer activiteiten heeft ontplooid dan voorheen. Ze maakt daarbij een onderscheid tussen de activiteiten die lokaal plaatsvinden en de activiteiten van de organisaties waar de Assemblée lid van is. Een van de resultaten van deze activiteiten is het contactplan met Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat is hervat, zegt Simons. Het plan is hier ondertekend. Het is goedgekeurd door de Nationale Assemblée en ook de andere parlementen hebben intussen het bericht gestuurd dat het contactplan in hun landen ook is goedgekeurd in het parlement. De parlementen werken dan samen op het gebied van parlementaire werk. We kunnen van elkaar leren als parlementen hoe dat allemaal moet. We weten dat we allemaal streven in de wereld naar open parlementen, meer professionele parlementen, effectieve parlementen. En dat is een traject voor elk parlement. Suriname is aardig gevorderd binnen de regio, maar we kunnen altijd van anderen leren. En wij kunnen anderen onze informatie en onze ervaring ook meegeven. Verder hebben we ook in het contactplan dat wij met onze regeringen zullen werken aan samenwerking tussen de landen op de verschillende gebieden, agro, handel, toerisme, etc. Voorzitter Simons geeft verder aan dat het parlement het goed doet bij de internationale organisaties waar ze deel van is. Ook geeft ze aan dat het lidmaatschap bij de Pan Americas een positief effect heeft op het werk van de Surinaamse Assemblée. Maar voorbeelden te noemen. De kwestie van disaster risk reduction bijvoorbeeld, daar participeren we internationaal. We krijgen de tools en ik kom terug en we implementeren altijd wel iets van wat we hebben meegekregen. We hebben in de achter ons liggende periode bijvoorbeeld de SDGs, die zijn internationaal overeengekomen 2015. Ik heb in de laatste Pan-Americas vergadering de presentatie gehouden van hoe Suriname op dit moment in het parlement omgaat met de SDGs. We waren net gestart met een communicatie met de VP daarover, hoe de regering dat aan ons zou moeten presenteren. We hebben als parlementen allemaal samen gekeken naar hoe onze parlementen tot nu toe omgaan ermee en hoe we dat kunnen verbeteren. En op basis daarvan hebben we toen in de Nationale Assemblée onze commissie, die er was gewoon voor milieu en energie, hebben we omgezet in een commissie die dus gaat kijken naar duurzame ontwikkeling, waaronder de implementatie van de SDGs. Dat was assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons. Ze heeft vanmorgen in de vergaderzaal van het parlement het jaaroverzicht 2019 gepresenteerd.